Via de poort van het Rifvoort komen we Willemstad binnen. Uitkijkend over de Sint-Annabaai zien we de wijk Poenda liggen. De Koningin Emmabrug is een kenmerkende pontonbrug. De brug is 168 meter lang en is de enige houten draaibrug ter wereld. De brug drijft op 16 pontons en verbindt Poenda met Otrabanda, de twee delen van de historische binnenstad. Rond 1700 werd Otrabanda gesticht, het betekent letterlijk de andere oever. Er moet nog veel gerenoveerd worden. Daar staat het museum Cura Hulanda met bij de ingang Big Mama van Hortense Brown. Het is een antropologisch museum met veel Afrikaanse kunst met op de binnenplaats Mama Afrika. Er staan onder andere bronzen uit Benin en er wordt veel aandacht besteed aan de koloniale tijd en de leefomstandigheden van de tot slaaf gemaakte. Dit is het bewijs van inschrijving houdende opheffing der slavernij uit 1863. Via de Wilhelminabrug, die meestal de Pontjesbrug wordt genoemd, varen de wandelaars mee als er een schip door de Sint-Annabaai landinwaarts vaart. In Poenda staan de wandelaars gereed om via de Pontjesbrug over te steken naar Otrabanda. Sinds 1997 staat het historisch centrum van Willemstad op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. De stad staat bekend om de vele historische panden. Het Poenda Love Heart is van Carlos Blanker. Sinds 1974 kan het andere verkeer gebruik maken van de Julianabrug, die 1,5 kilometer verder noordwaarts ligt. Dit trammetje is een gevolg van dit cruiseschip. Aan het Waaigat staat dit monument voor de gevallenen. Op de markt bij het Waaigat zijn volop souvenirs te koop. We eten bij de gouverneur met uitzicht op de Sint-Annabaai. We verlaten Willemstad om de volgende dag met vernieuwde energie ons te laten verrassen met onder andere dit klokkenspel. De gele Fortkerk stamt uit 1769. De Mikvee Israël Emanuel Synagoge is de oudste nog in gebruik zijnde synagoge op het Amerikaanse continent. De vloer is bedekt met zand en symboliseert de tocht van de Joden door de woestijn. Op de zandvloer staat de mahoniehouten bema.
De Leonard B. Smithbrug leidt ons naar het Curaçao Maritiem Geschiedenismuseum in de wijk Scharlo. Het museum staat vol met interessante maquettes, scheepsmodellen, maritieme voorwerpen en mooie displays. Na een verfrissend drankje lopen we in de wijk Pietermaai, waar veel huizen kleurrijk gerestaureerd zijn. We verlaten levendig Willemstad. De Pontjesbrug kan niet gebruikt worden. We varen met de Willemstad terug naar Otrobanda.